Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Net zit het zwembad, echt zo chill. Het is echt heel smal, maar wel mooi. Ik ga dus vandaag en morgen vloggen voor jullie en Jade ook. Niet samen helaas, echt super ongezellig, maar ja, we hebben wel onze redenen, want ik heb maandag een hele belangrijke toets. En als ik geen 6 haal, dan blijf ik zitten. Dus ik moet echt een 6 halen. En trouwens, hier ligt allemaal kleding. Zou ik later over gaan vertellen. Ik moet dit weekend eigenlijk gewoon heel veel leren, maar ik ga tussendoor natuurlijk nog wel iets leuks doen. En ik heb vanavond een surprise party van een vriendinnetje van mij. Dus ik ga jullie dan gewoon een beetje meenemen. Ik ben het klaarmaken. Het is nu vrijdag. Ik ga zo weer leren en Lise ook. Lise is hier. Dat is mijn kauwgom. En ze heeft de ijskoffie voor me gehaald. Very nice. Ja, ik heb me aangekleed om te gaan leren. Mag ik even hier de credits voor? Ja. Het is inmiddels 1 uur 's middags en ja, dit is aangekleed. Ik heb aan deze Playboy blouse, vintage thrift shop. Deze top van Nola, mijn broekje en cowboy laarsje. Ja, ik draag eigenlijk nooit meer cowboy boots, maar jij wel. Nu moest ik ze voor jou aan, maar eigenlijk wil ik sneakers aan. Je kan ook. Ik ga Lies wel leren vloggen, want dit gaat niet. We gaan nu eventjes leren en TikToks maken en zo. Dus. Het is nu 4:10. En ik ga straks mijn wenkbrauw laten doen. Want die heb ik echt al 4 maanden niet gedaan. En echt, ze zien er niet uit. En ik heb echt een pukkeluitbarsting op mijn gezicht. Ik heb vanochtend van 10 tot 12 bijles gehad voor geschiedenis. Want dat is mijn toets. En ik heb echt iets heel erg leuks. Maar voordat ik jullie dat ga laten zien, dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan ga ik het nu laten zien. Oké, ik heb net mijn make-up gedaan. En het is best wel lekker weertje. En er zijn net mensen langsgekomen om in het huis te kijken. Want zoals jullie misschien wel weten, ga ik verhuizen. En we gaan dan ons oude huis verhuren. Dus nu kwamen er voor het eerst mensen kijken. Maar het is super raar om gewoon dat er ineens random mensen in je huis staan. Waarvan je misschien, ja, weet je wel, die misschien wel in je huis gaan wonen. Terwijl ik er echt mijn hele leven heb gewoond. Dus dat is echt gewoon weird. Maar ja, ik heb wel zin om te verhuizen, dus. Wat leuk! Als je hem in het scherp wil zien, check je TikTok. Doe eens dit. Ik heb dus echt iets superleuks gekregen en ik ben er zo blij mee. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat ik echt verliefd ben op mijn, op mijn blauwe Jordans. Ik vind ze zo leuk. Ze zijn echt mijn favoriete schoenen. En ik heb dus een nieuw paar gekregen van Sneaker Request. Ik ben echt in love met de schoenen. Kijk. Ze zijn zo cool. En ze zijn een soort van harig-achtig. Maar ook een beetje velvet-achtig zien ze eruit. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ben echt verliefd op ze. Het maakt echt gelijk je outfit leuk. We lopen nu in de stad. Want we gaan even naar Lies ter huis lopen. Want wat wil ik nou doen? Een petje ophalen voor iemand. En ik heb dus die zakjes in die schoenen. Hè? En ik heb nooit sokken aangedaan. En nu zijn die zakjes gebroken. Ik heb zoveel pijn en ik voel dat er blaren komen en oh, allemaal drama. En we kwamen net 2 jongens tegen. Eentje waarmee Lise snapt en die zijn geen hooi. Ben je toch ook een fucking mogol? Oké, ik zit dus nu in het bureau en het is toch wel best wel heet. Dus ik ga straks even met trui uit doen. En we zijn nu naar de PC Hoofdstraat, want daar is dus de Benefit Brow Bar. Dus daar ga ik eindelijk mijn wenkbrauw laten doen, want jongens, wat is dit? Het ziet er echt gewoon niet uit. We zijn natuurlijk iets te laat, maar we zijn er bijna. We hadden maar 30 minuten afspraak, dus we zijn echt maar 3 minuten te laat. We zijn er bij de Douglas. En de Daily Drama vlog gaat nu echt beginnen, want het doet op zich best wel veel pijn. Vooral de eerste keer. Maar ik heb nu al zo lang niet meer gedaan, dat ik denk dat het nu wel weer een beetje pijn doet. Dus. Kijk, dit is dus de brow bar en dan heb je hier van dat wax. En hier dat het allemaal geen pijn doet. En je kan het ook laten verven. Dus het is echt heel leuk. En ze hebben weer allemaal leuke nieuwe producten. Dus ik vind dat dit er echt leuk uitziet. Een pro palette. Dus daar ga ik straks misschien nog even naar kijken. Want mijn wenkbrauw speelt bijna op. Before jongens. Oh, dit is echt goed licht. Dit ziet er nu echt nog heel gek uit. Maar ver. Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi. Nee, grapje. De verf komt er nog af. En moet er helemaal gewaxed worden. Hij is echt fantastisch. Ja. Ze hebben dus nu Kylie Skin bij Douglas. En ze hebben echt alles. En ik heb het ooit heel lang geleden besteld. Dus die eye cream. Want Jaad heeft het altijd over die eye cream.
lijkt echt, als je die opdoet, dat je gewoon geen ballen meer hebt. Dus die wil ik niet echt. Mijn wimpers niet. In de bak komen. Oh, dat wordt gek. Oké, het is 8 uur. We hebben net Doolhof gespeeld. Dat was best wel leuk. Dat hadden we niet verwacht. En we gaan nu met z'n tweetjes wat eten. Lekker Italiaans op de hoek. Dus kom. Wat is dat? Wat is dat? Dit. Ja. Zeg het. Meel zalig? Ja. Die is op. Die is ook bijna op. Waarom vergeten? Zitten lekker. Lekker buiten. Onder een parasol, want het regent dus. Het regent zo niet. Ik ben klaar en het duurde wel echt een uur, maar ze zagen er ook echt niet meer uit. Maar we zijn klaar en ik vind ze zo erg mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Het maakt gelijk verschil ook in je gezicht en zo. En het voelt echt veel beter. Dus ik ben echt heel blij dat ik het eindelijk heb gedaan. Dus ik ga nu even een foto maken. Ik denk op het Museumplein bij die spiegelwand. Daar is het Museumplein. En weer Smoken Museum. Daar kan ik ook echt hele leuke foto's maken trouwens. Daar, oh mijn god, ik heb daar nog een leuke foto van. We hebben dus daar net een foto gemaakt, maar... Ah, daar. En we gaan nu naar huis, dan ga ik even leren. Of course, ga ik leren in het lekkere weer, zo zonde. We hebben nog 1 week school en daarna ben ik klaar. Dan kan ik lekker gaan doen waar ik natuurlijk zin in heb. Qua lekker weer en zo. Dus nog heel even doorzetten. Dus ik ga nu leren. Jongens, we zijn back thuis in de room. En normaal leer ik op mijn bed. Zo erg. Ik heb geweigerd een bureau in mijn kamer te willen. Ik zal even laten zien. Het gaat dus geschiedenis over 2 hoofdstukken. Het is echt absurd veel. Het is gewoon echt. Het gaat over alle oorlogen. En dan vrouwenfeminisme. En het stemrecht. En dan het tweede hoofdstuk gaat over hoe het kabinet werkt. En allemaal dat soort gezeik. En ik heb echt de ziekste samenvatting ooit. Ik heb er 4,5 uur voor gedaan met bijles. Oké, nou dit is mijn samenvatting. Hij is echt. Hij begint hier. En hij is zo absurd groot. Kijk, het kleine ding, hoe lang die ook is. Kijk even. Moet ik nog allemaal leren. Echt drama. Nou, ik ben dus nu net klaar met leren. Eindelijk. Ik heb echt de hele dag geleerd. Ik kan er geen geschiedenis meer aanzien. Maar morgen moet ik gewoon nog meer leren. Maar nu even leren klaar uit mijn hoofd. Ik heb dus straks een feestje, een surprise party. En het thema is zomers, terwijl het nu echt regent. Maar het was de hele dag lekker weer, maar het is helemaal omgeslagen. Echt vreselijk. Maar ik heb dus nu dit aan. Ik laat het wel even in deze spiegel zien. En ik heb wel wat meer opties, maar ik vind dit best wel leuk. Dit topje en dan dit rokje. Maar dit zijn dus de andere 2 outfits die ik misschien nog in gedachten had. Dit outfitje. Deze vind ik altijd heel cute. Alleen deze moet eigenlijk nog even dicht gestikt worden. Dus dat is heel irritant. Dus ik weet niet zeker of die kan. En deze is trouwens van Sunday Muse. En deze van Subdued. Ook heel leuk. En dan dacht ik misschien dit rokje hier. Ik denk wel dat ik dit leuker vond dan met dat zwarte rokje. En ik ga nu heel veel make-up een beetje opnieuw doen. Een soort van is, want het is al zo laat. Ik moet echt al bijna zijn. Het is al 9:30 en ik ga al voor iets van 1 kwartier weg. Dus tempo. En pipmond zo. 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 Kijk, dus deze foundation van, hoe heet het ook alweer? Charlotte Tilbury. Echt heel chill. Van mijn moeder. Nou, mijn moeder doet ook altijd de make-up hier. Want het is gewoon de beste make-up spiegel in het huis. En waar het chills voor kan doen. Dus ze doet het eigenlijk ook altijd hier. Dus al haar make-up staat ook hier. Daarom staat er zoveel make-up altijd. Ah, ik heb er zin in. Oké. En ik ben trouwens ondertussen mijn serie aan het kijken. Jane the Virgin. En ik had echt niet verwacht dat die zo spannend zou zijn. Let's go! Goedemorgen, het is nu zaterdagochtend en ik heb net eventjes gedoucht. Gisteravond was echt heel gezellig, we zijn naar vrienden gegaan en ja, het was gewoon heel leuk. Gewoon gezellig kletsen, muziek en zo. Ik heb nog steeds echt super veel pijn aan mijn voeten, het is echt niet normaal gewoon. Echt, oh my god. Ja, het doet echt best veel pijn. En ik heb ook allemaal blauwe plekken en ik weet gewoon niet hoe ik eraan kom. Kijk, hier... Hier ook. Allemaal beurzen plekken. En ik weet gewoon nooit hoe ik eraan kom. Het is zo raar. Ik ga om 11 uur, dat is over een kwartier, mijn nagels doen. Want ik heb dus die neppe, die gel extensions heb ik. Dus niet acryl, maar het zijn wel nepnagels. En ja, ze zijn een beetje uitgegroeid. Dus ik ga ze even aanvullen. Ik hou wel dezelfde kleur, want ik vind deze kleur gewoon leuk. Ik ga daarna ga ik naar het W. Want daar gaan we zwemmen op het dak met allemaal vrienden van mijn ouders en... Nola is er ook. Dus dat wordt echt gezellig. Lekker zwemmen.
Good morning. Ze is echt de prinses op de aard, jongens. Ze is op een kist gaan liggen naast me. Ja. Oké, ik ga straks vloggen als ik ben opgeknapt, maar het feest was heel leuk. Ik ga straks leren. Goedemorgen, ik ben een beetje opgeknapt. Mijn haar is echt ontploft, want het is gisteravond keihard gaan regenen. Er zijn allemaal krullen ingekomen, maar ik ga het gewoon niet weer wassen. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Ik ga dus nu even mijn Kylie Skin uitproberen, want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want mijn skin is nu echt zo slecht, omdat ik ga slapen met make-up op. Het was echt super leuk. Het was echt oprecht heel leuk. Het was ook echt heel grappig met de surprise. Volgens mij had het wel een beetje door. Ik ga nu de serum uitproberen. Want mijn huid, dat schittert nou niet echt op het moment. Als ik eerlijk ben. Een roze verpakking. Oh my god. Oh, ik had het echt niet verwacht. Ik had echt een pompje verwacht. Maar is goed. Ik doe het gewoon op mijn gezicht. Oh ja, het meisje in de winkel zei dat ze geen olie, geen parfum erbij doet. En dat het naar Holok, van dat Holok sap ruikt, weet je waar die Holoks in zitten. En ze heeft echt gelijk, het ruikt inderdaad niet heel chill. Weer echt een ziek grote pukkel. Het is echt een leven. Ze leidt je eigen leven op mijn gezicht. Deze pukkel. Oké, nou dus de eye cream. En zo'n tuitje, dan moet je het zo smeren volgens mij. Oké, het ziet er heel interessant uit. Het is geel. Maar het ruikt wel lekker. En verder. Ik heb vanavond weer een verjaardag. Het was eigenlijk een druk weekend. En ik heb echt pas 3 dagen geleden gehoord dat ik een toets krijg. Dus het was heel jammer eigenlijk. Want ik had eigenlijk een heel leuk weekend. En dit is trouwens allemaal kleding voor United Wardrobe. Tuna singles. Ik ga het weer opzetten en verkopen. Want ik heb echt zoveel kleding wat leuk is. Maar wat ik gewoon niet draag. Echt super zonde. En ik ga waarschijnlijk ook nog setjes weggeven op mijn Insta. Dus ga die lekker wat even checken. Ik ga nu leren. Nou, we zitten nu bij de nagels en ze worden gedaan. Alleen mijn pink was echt super veel pijn, maar daar zijn we ook alweer overheen. En ik hou dus dezelfde kleur, alleen gaat het een beetje aanvullen. Maar dit zijn dus die gel extensions. It really shimmers in the light. Mm-hmm. Nice. Nou, jullie zien het. Ja, dat gaat voor de metallic nagels. Het is echt heel mooi. Ik doe dit voor het eerst, maar het is echt heel mooi. I'm home. En ik ga nu even snel door, want de fam is er al heen. Maar ja, ik kan niet zo goed plannen. Maar oké, dit zijn dus mijn nagels. En het is zo mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Je ziet ook gewoon dat het helemaal zo shimmert. Zeg maar zo shined. Het is echt geweldig. En ik zit nu dus op het dak. Kijk, daar is de dam. En zit er lekker op een bankje in de zon. Het zwembad is daar. Ik ga straks even zwemmen en mijn bikini aandoen. Maar het is zo lekker weer. Het is zo warm, die zon. Echt top. En de dam is hier. Ja, je ziet hier echt heel erg leuk. Ik ga zo even wat eten bestellen. Ik heb nog steeds niet op eten. En even zwemmen. Maar I'm fine. Ik zit hier helemaal top. Oké. Ja, dit is hier op het dak. En ik heb een iced tea. Oh mijn god. Oh mijn god, ik gooi het helemaal over mezelf heen. Maar oké, ik ga jullie even het zwembad laten zien. Kijk. Dit is het zwembad. Echt zo chill. Het is echt heel smal, maar wel mooi. Daar is het dan. Hier ben ik. Kijk. It's me. Anyways, ik heb net dus even gezwommen en ik heb deze bikini aan. Deze is van mijn moeder geweest. Een oude Victoria's Secret. Wel heel erg leuk. Ik vind de bikini's nu niet meer zo leuk, maar nu deze is wel echt heel leuk. En we gaan even zo wat eten. Ik heb een foto gemaakt bij het zwembad. En eentje hier met dit op de achtergrond, dat ik zo op de reling zit. Dus ja, I'm enjoying myself. En een beetje bruin worden de hele tijd in de zon. Dat wil ik even zeggen. Ik ben zo goed te vloggen. Hoor. Ik was helemaal de camera vergeten, maar ik heb dus net een foto gemaakt op dezelfde plek als gisteren. Maar ik was me wel aan vergeten, want ik had gisteren mijn ogen overal dicht. Super onhandig. Ik heb nu weer 2 uur geschiedenis bij, dus van 4 tot 6. Echt zo geen zin in, maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk. Ik neem ook even mijn sapje mee naar bijles en mijn telefoon en oplader, want mijn telefoon is bijna leeg. Computer en of course mijn boek. Oké, we gaan dus naar een verjaardag. En ik heb dus dit rokje aan van de Zara. Chew top, Colbertje en mijn Isa's. En deze tas. Dus ik vind het wel een leuke outfit. En ik heb mijn haar super mooi gefeund. Maar we gaan nu op een scooter. Dus rip mijn haar zeg maar een beetje. Rip mijn hoofd. Oké, ik ben dus net thuis. En het was echt ziek gezellig. Ik ga even make-up afhalen en dan slapen.
Want morgen wordt een hele drukke dag. Want morgen moet ik de puntjes op de i zetten van mijn toets. Waar ik echt ziek veel stress voor heb. So, wish me luck. Okay, het is inmiddels al wat later. We zijn echt tot heel laat bij W gebleven. Het was echt zo gezellig. Met allemaal vrienden van mijn ouders die ik ook al heel lang ken. En met Nola. Ze hebben allemaal kleine kindjes. Dus ook gewoon heel schattig. Het was gewoon echt heel gezellig. Lekker gegeten en gewoon gezwommen, gechilled, gekletst. En ja, nu is het zaterdagavond. Meestal ga ik dan gewoon wat doen. Maar ik weet niet. Ik ben nu wel gewoon een beetje moe. Dus ik denk gewoon even lekker thuis blijven. Lekker Netflixen. En gewoon even een beetje chillen. Een maskertje op of zo. Morgen, het is nu 11 uur. Ik heb daarnet al even geleerd. Ik lig wel nog in mijn bed en ik ga zo mijn haar wassen. Want, what's this? Mijn haar is gewassen. Ik heb dit mezelf echt heel lekker. En mijn bagel. Ik zie er niet uit. Pukkelwegwerking en ik heb een stressaanval, want ik word helemaal rood. En dat krijg ik altijd als ik stress heb. Stressvlekketen, dat jongens. Want ik vroeger ook altijd zo'n lift in moest. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn Balenciaga shirtje aan, sportbroek van na Victoria's Secret en schoenen. En wish me luck, ik ben fysiek gestrest. Kijk, en trouwens, dit is allemaal verkocht van United Wardrobe. Ik ga nu naar de toets toe. En die zien me of straks huilend, of straks blij, of straks. Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is inmiddels alweer bijna middag. De familie moet nog even ontbijten. Alleen we weten nog niet waar. De een is voor Le Pen, de ander is voor de Breakfast Club. Dus we zijn eventjes aan het besluiten. Maar ik laat wel even zien wat ik aan heb. Ik heb aan deze Adidas top. Die heb ik met Jean een keer gekocht. Alleen nog nooit aangehad. Maar I kinda love it. En dan met deze broek van de Crypt. Kijk, met die knoop. En ik heb zo lang gewacht totdat ik deze broek eindelijk kon bestellen. Want ik wou hem zo graag, maar was de hele tijd uitverkocht. Maar ik ben er zo blij mee, want kijk, hij zit echt heel groot. Echt leuk. En dus mijn Louis Vuitton bag, Air Force Ones, dit jasje erbij. Het is Adidas look. Maar ja, I kinda love it. Dus we gaan even een leuke foto maken straks weer. Of een TikTokje. Nou, mijn toets zit er dus al een tijdje op. Hij ging echt goed, dus ik was helemaal happy. En daarna had ik nog even bijles. Ik heb morgen, nee, woensdag nog één toets voor Nederlands. Gewoon als extra. Gewoon voor de zekerheid dat ik sowieso overga. Even met de bureau naar Marathon weg. Dus in een restaurant. En Luca is op zijn badslippers, jongens. Echt een tokkie. Oké, we hebben dus net pizza. Nou, lekker gittig. Oh. We gaan nu naar huis. En dan ga ik even mijn serie kijken, want ik ben letterlijk op 6. Maar ik vind het echt een slechte serie ooit, alleen ik wil het toch afzien of zo. Ik weet niet wat het is. Zoals jullie horen, het stopt weer. Maar we zitten droog. En het is heel grappig, je moet dus bestellen via een QR-code en we hebben allemaal lekkere dingen. We hebben breakfast, kijk. Nee, die moet erbij. Kijk, een lekkere wentelteefjes, avocado toast, yoghurt. Allemaal lekkere dingen. En Nola. En Nola, die ook super lekker vindt. Ja, dit was echt een beetje de daily drama. Ik ben wat langer doorgegaan omdat, ja, ik heb gewoon niet zo heel veel gedaan deze week. Gewoon best wel veel drama op zich. Alleen maar leren en mijn best doen voor school en de hele bende. Dus ik hoop volgende week gewoon weer met Jade te zijn. Of een soort van deels van de dag. Want voor haar komen ook nog een aantal belangrijke proefwerken aan. Dus ik weet niet precies hoe het allemaal gaat lopen. Oké, het eten is er. Yay. En kijk, het is echt super veel. Ik heb er echt genoeg zin in. Echt lekker. Maar ik ga lekker eten. Ik ga hierbij ook even de vlog afsluiten. Vonden jullie deze weekendvlog leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan zien we jullie volgende week. Doei!